Voilà, ik ben hier aan de bushalte Zeehat van Klinge. Dus wat zie je hier? Enkel de bus 19 en een buurbus. Dus de buurbus wordt bediend door een vrijwilliger, een persoon die gratis rijdt. Je moet natuurlijk wel voor het ticket betalen. Dus 3,5 euro om een tiental minuten in die buurbus te zitten. Maar de gemeente Hulst betaalt 1,5 euro. Dus het kost je 2 euro voor een reis. Maar zoals je ziet, het is zoals overal slecht geregeld. Dus die bus 19, dat is de bus van Antwerpen. Die is in feite, ja... Hier komt die... 10 uur 28, 12 uur 28. Ja, dat is één keer per 2 uur. Dus je hebt die bus hier één keer per 2 uur gemiddeld. En niet om 's morgens 6, 7 uur, dat is er niet. En hier die buurbus. Van maandag tot vrijdag. De eerste is om 8 uur 51. Dus dat is ook al redelijk laat. Ja, 8 uur 51, de eerste bus. Dus stel dat je moet op je werk zijn om 8 uur 's morgens, kan je niet naar je werk, kan je niet naar je studies. Je kunt ook niet de lijn nemen. Allee, 8 uur 51, dat is toch veel te laat om de eerste bus te laten rijden. Ik snap dat hier niet, dat men in Zeeland geen besef heeft dat als je werkt, dat je op je werk moet zijn om 8 uur, 8:30, 9 uur, maar toch niet om 11 uur 's morgens. Nee, opnieuw de slechte regeling hier van Zeeuws-Vlaanderen. Nee, we hebben geen verwijten. Die man die gratis rijdt, chapeau om het te doen met die buurbus, maar er is geen service voor de mensen die naar hun werk moeten gaan, nog voor studenten, nog voor niemand. Dus ja, nogmaals, hier ook dat dorp hier Klinge, die afhangt van Hulst, op een paar kilometer van Hulst, heeft geen enkel transport om je te verplaatsen. Helemaal niets. Het is echt ongelooflijk.